Lindsay, de laatste keer dat we je spraken vroeg ik, ben je wel eens in Nederland op te treden? Nou, in ieder geval vandaag. Dat klopt, vandaag ben ik hier te gast in Gaam. Dus ik zie er echt naar uit om hier op het podium te staan. Een goed weertje, lekker zonnetje, dat is altijd aangenaam om buiten te mogen optreden. Dus ik zie er echt naar uit. Ik voel toch wel dat ze al enkele liedjes kennen. Zoals onder andere het duetje met Dreetje Hazes. Dat zingen ze wel heel erg mee. En dan ook mijn allereerste single, In de Hemel van Liefde. Ik zie de mensen toch wel al lopen, dat is plezant. De nieuwe single is eigenlijk Casanova. Dat is ook een uptempo nummer. Eigenlijk toch wel wel wat zomers, dus ideaal voor dit weer. Ik breng alleen maar liedjes die ik heel graag hoor. En het kan wel breed gaan, maar van als ik ze echt graag zing, dan is het echt een Lindsay-nummer, ja. In België kennen de mensen Lindsay al, maar in Nederland is dat toch nog een beetje werken aan de tocht. En ik doe mijn best en het is moeilijk, maar dat is eigenlijk omgekeerd ook. Nederlandse artiesten naar België halen is ook moeilijk. Dus we moeten stilaan bouwen aan de carrière. Wat kunnen de Nederlandse fans van jou verwachten het komende jaar nog van jou? Zeker en vast singles, want dat ga ik natuurlijk eerst promoten van mijn album natuurlijk. En ik hoop natuurlijk dat ze mijn album gaan kopen. En dan gaan we daaruit verder werken.